Hallo. Hey, ik heb een van de 180 nationaliteiten van Amsterdam. Van oost naar zuid fiets ik op een van de 881.000 fietsen in Amsterdam. Ja, ik ben een van de 834.000 inwoners van de stad. En ik? Ik ben een van de stemmen van de hoofdstad. Hey, je luistert naar Amsterdam FM in de ether op 106.8 en via de kabel op 103.3. Natuurlijk zijn we ook te beluisteren via amsterdamfm.nl of volg ons via Facebook, Twitter en Instagram. This is a journey into sound. Kunst. Cultuur. Passie. Liefde. Wetenschap. Dit en nog veel meer in één stad, bij één radiozender. Dit is Amsterdam FM. De stem van de hoofdstad. Je luistert naar de stem van de hoofdstad, Amsterdam FM. Stel, je zus is zwanger. Ik ben zwanger. Nou, gefeliciteerd. En heel knap van haar, ze is gestopt met roken. Ja, maar dat is bij ons thuis niet makkelijk, hoor. Het enige waar jij als broer dan even rekening mee kan houden, is dat je haar niet in verleiding brengt. Gast, het is mijn zus. Doe even normaal. Nee, joh. Ik bedoel dat je niet in haar buurt rookt. Dan breng je haar niet in verleiding weer te beginnen. Oh, zo. Zeg dat dan. Kijk op helpenstopper.nl. Amsterdam, meer dan 800.000 inwoners en 180 nationaliteiten. Jouw stad, jouw radio. Dit is de stem van de hoofdstad. Dit is Amsterdam FM. Kabel 103.3 en FM 106.8. Als het in Amsterdam gebeurt, dan hoort u het hier. De stem van de hoofdstad. Rechtstreeks vanuit de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. Kunst en cultuur. Amsterdam FM. Luisteraars, van harte welkom. Kunst en cultuur vanuit de OBA. En in september gaan we verhuizen, Peter. We hebben het al eerder gezegd, naar het Tropenmuseum. Hè? Dat wordt, die koffer is gelukkig niet zo groot, dus dat gaat allemaal lukken. Maar nu nog even in de OBA. We hebben het eerste uur, hebben we Slata Brouwer hebben we te gast. Violist, ondernemer, zit ook in de politiek. Nou, daar weten we zeker het uur mee te vullen. Tweede uur beginnen we nog aandacht voor Castlefest en daarna Richard de Nooy. Richard de Nooy, onze goede Zuid-Afrikaanse vriend van oorsprong, inmiddels 30 jaar hier in Amsterdam. Hij heeft weer een nieuw boek geschreven, het heet Van Kleine Helden. Heel bijzonder boek, past helemaal bij deze tijd. Gaat namelijk over barmhartigheid in al zijn hoedanigheden. Iemand die reist heel Europa rond. En het gaat erom hoe je bij toeval soms iemand even in nood helpt. Heel klein, maar ik denk eigenlijk een heel belangrijk onderwerp in deze individuele tijd. Nou, dan gaan we even het rondje af. Want in 10 woorden, Rob, wat versta jij onder barmhartigheid? Dat mensen aardig tegen mij zijn. Ja, oké. Slata? Je bent vol verbazing van het antwoord van Rob. Ja, het is eigenlijk contra-barmhartigheid, het is egoïsme. Maar. Ja, precies. Maar ik denk dat het natuurlijk, het gaat natuurlijk twee kanten op. Hè? Want als je natuurlijk mensen helpt of iets voor een ander doet, dan leef je natuurlijk ook wel in een leukere wereld zelf. Dat is het mooie van het boek. Het gaat dus om onvoorwaardelijk en oprecht. Dat is natuurlijk waar jij nu op doelt. Hè? Dat eigen voordeeltje, dat moet er eigenlijk niet in zitten. Er zit er altijd natuurlijk in, als je iemand helpt. Maar wordt prachtig, denk ik. En dan zei Gerard Reven altijd vroeger van iemand die verstandig is, die doet nooit zomaar iets. Dus dat is eigenlijk weer contra met dat barmhartigheid. Dat ook over die heilige in India, moeder Teresa. Wat was dat ook alweer, dat gedicht? Had hij ook een heel duidelijk mening over. Rob, waar gaat je column vandaag over? Over eten. Eten. Ja, het gaat niet over die eieren. Dat was wel het komkommernieuws van de afgelopen week trouwens, die eieren.
Want er was niks aan de hand. En iedere dag 10 minuten in het NOS-journaal over eieren. Terwijl je kunt ze gewoon eten. Als je er 80 miljoen eet, dan word je misschien een dagje een beetje ziekjes. De volgende dag is het weer over. Maar het gaat over iets anders. Want gisteren had ik namelijk geen zin om te koken. Dus ik dacht, laat ik maar eens ergens gaan eten. Dan heb ik keus genoeg bij mij in de directe omgeving. Er zitten wel meer dan 20 restaurants. En 3/4 van, dat is wel jammer, zijn Turkse pizzeria's. Dat is een ander verhaal. Maar ja, dan moet je beslissen naar welk etablissement je gaat, ga ik heen. En op basis waarvan maak je die keuze? Op basis van tips van vrienden en bekenden. En die zullen allemaal een verschillende zonder tent aanrijden. Die is leuk, die is dit, die is dat. Moet ik op mijn eigen ervaringen afgaan? Dan ga ik bij mijn vriendin eten. Maar ja, die ziet me aankomen weer. Dus dan komt er over adviezen van culinaire journalisten. En daarvoor zijn er tegenwoordig echt een heleboel van culinaire journalisten. Zelfs een beetje te veel, als je het mij vraagt. En ze zijn ook allemaal, als je het mij vraagt, en ik weet het zeker, ze zijn allemaal onbetrouwbaar. Iedere zichzelf respecterende periodiek heeft wel iemand die met veel graagte die functie vervult. Namelijk op kosten van de baas of van de uitbater van dat etablissement in een of andere hippe tent mag je eten en drinken. Dan krijg je nog vaak geld toe als je er een stukje over schrijft. Dat lijkt me een heerlijk beroep, een luizenbaan. Dat is echt kat in het bakkie. En u begrijpt, aan die beoordelingen, waar flink voor betaald, kun je niet al te veel waarde hechten. Ik wil hier graag Johannes van Dam in herinnering roepen. Johannes van Dam, de in 2013 overleden aartsvader van het genre. Een gastronomisch goeroe, een bedweter en een azijnpisser. Hij vertelde me ooit dat zijn cijfers altijd te hoog waren. Dat moest. Anders kreeg hij ruzie met de advertentieafdeling. Want die merkte dat als Johannes ergens een 5 of een 6 gaf, en dat een beetje te vaak deed, het aantal advertenties van restaurants in de krant flink daalde. En dat konden ze niet hebben. Dus gaf hij alleen een 6 als hij na het eten brakend boven de wc-pot had gehangen, en een 5 als hij in het ziekenhuis zijn maag had moeten leegpompen. Voor de rest minstens een 8. Zelf heb ik de afgelopen tiental jaren me uitgebreid laten fetteren in hotels, restaurants en op wijnproeverijen in binnen- en buitenland. En u begrijpt, ik heb nooit een onvertogen woord erover gerept. Natuurlijk niet, ik ga er een beetje mijn eigen glazen ingooien. Ik ben gekke Henkie niet. Dus ik ben daar ook een beetje aan schuldig. Ik ben onderdeel van wijdverbreide corruptie en valse propaganda. Ik ben een zondaar. Excuses, beste luisteraar, vergeeft u mij. Mea culpa, mea maxima culpa. Maar ik heb goed nieuws voor u. Nu is het mooi geweest. Nu wordt de culinair recensent nieuwe stijl. Eerlijk, recht voor zijn raap, onomwonden, zonder blad voor de mond. De waarheid gaat u te horen krijgen en te lezen. Niets dan de waarheid. Ik ga alle beerputten voor u openen en wantoestanden in de horecasector genadeloos aan de kaak stellen. Bedorven vlees, verlepte groenten, zure wijn, slechte bediening, horkerige gastvrijheid, exorbitante prijzen, kleine porties. Allemaal gesneden koek voor wie wel eens eten gaat. Want dat kennen we allemaal. En dat gaat een hele mooie nieuwe move worden in mijn op een hopeloos spoor geraakte carrière. Ik heb laatst een filmpje gemaakt, een proeffilmpje. En dat gaat een serie worden, tips voor de Amsterdamse horeca. En dat wordt echt grensverleggend. Nou zoek ik alleen nog een medium en iemand die me gaat betalen om dit goede voornemen in de praktijk te brengen. En tot die tijd gaan we eerst een nummer draaien van Dr. Anders P. Knollapen, lof, schorseneren en prei. En thans, broeders en zusters, willen wij gezamenlijk zingen dat heerlijke lied. Knolraap en lof, schorseneren en prei. Op bladzijde 85 van onze bundel. Rampen bedreigen het menselijk leven. Knolraap en lof, schorseneren en prei. Waar zijn geloof, hoop en liefde gebleven? Knolraap en lof, schorseneren en prei. Gif in de bodem, lawaaiige buren. Knolraap en lof, schorseneren en prei. Buien en lagere temperaturen. Knolraap en lof, schorseneren en prei. Libanon, El Salvador, Suriname. Knolraap en lof, schorseneren en prei. Weekbladen, roddel en etenreclame. Knolraap en lof, schorseneren en prei. Degeneratie en makelaardij. Knolraap en lof, schorseneren en prei. Heel onze wereld wordt een woestenij. Knolraap en lof, schorseneren en prei. Dalende omzet en stijgende lasten. Knolraap en lof, schorseneren en prei.
liegen, bedriegen, oneerbaar betasten, knorren en lof, schorseneren en prijken. Vuil en verval en terreur in de straten, knorren en lof, schorseneren en prijken. Pop-idioten en voetbalfanaten, knorren en lof, schorseneren en prijken. Kwalijke ziekten en viezige zwellen, knorren en lof, schorseneren en prijken. U hoef ik zeker wel niets te vertellen, knorren en lof, schorseneren en prijken. Duistere driften en afgoderij, knorren en lof, schorseneren en prijken. Wie zal ons redden, wie maakt ons weer vrij, knorren en lof, schorseneren en prijken. Overal zien wij ze groeiende horden, knorren en lof, schorseneren en prijken. Mensen die steeds minder menselijk worden, knorren en lof, schorseneren en prijken. Mensen die jengelen, mensen die bulken, knorren en lof, schorseneren en prijken. Mensen die lasteren, schimpen en pulken, knorren en lof, schorseneren en prijken. Mensen gespeend van gevoel en geweten, knorren en lof, schorseneren en prijken. En wat die mensen niet allemaal eten, knolraap en lof, schorseneren en prijken. Nooit meer keert het gedij, schorseneren en prijken. En zet u dit er dan ook nog maar bij. Ja, blijft altijd heerlijk om naar te luisteren, Dr. Anders P. En ja, ik zat gelijk terug te denken aan die keren dat hij hier was. En hoeveel plezier we daar toen mee hebben gehad. Wat ik wel vervelend vond, dat hij om de 10 minuten dat hij mij in de dat hij zei dat ik niet goed Nederlandstalig had gezegd, weet je wel. Of zinsopbouw. En, maar ja, dat was heel hij had wel gelijk, dus ja. Sinds die tijd ook een hoop beter voor jou. Nou, ja, dat... Hey, we gaan in gesprek met Slata Brouwer en... vind ik zelf een hele interessant iemand, want een violist, nou, dat is wel interessant. Ondernemer, ja, dat is ook een, in de politiek, mooie combinatie. Welkom, fijn dat je er bent. Ja, leuk om hier te zijn. Want violist, is dat iets, dan denk ik gelijk aan iemand die al op hele jonge leeftijd viool ging spelen. Mm-hmm. En die daar uren per dag mee bezig was. En ja, die eigenlijk al gelijk als kind al een soort roeping had van, viool, dat is het... waar ik in het leven heel veel tijd mee wil doorbrengen. Dat is zeker het geval. Ik zat op mijn 7e op muziekles. Dus nog in zo'n groep met allemaal van die afgrijzelijke plastic blokfluiten en zo. En toen waren er verschillende instrumentendemonstraties. En ja, toen werd ik eigenlijk direct verliefd op de viool. Toen ging ik op vioolles. En de meeste kinderen die, ja, die een beetje fanatiek viool spelen, die zeggen ik wil later concertviolist worden. Dat is nooit in me opgekomen. Ik had bij mijn docenten had ik altijd enorm veel bewondering voor. En ik had altijd zoiets van, dat wil ik, vioolhuf worden. En, dus ik ben eigenlijk de vakopleiding gaan doen om les te gaan geven. En ik heb behalve viool ook bedrijfseconomie gestudeerd. Omdat ik zoiets had van, nou ja, ik dat moet is toch ook, heel wat, wat anders weer, hè? Ja, maar de een is met het hart en de ander is met het hoofd, denk ik. Ik had zoiets van, nou ja, ik wil wel zelf mijn rekeningen kunnen betalen als ik later groot ben. En, maar dat ik dat met de viool zou doen, dat had ik dus eigenlijk nooit verwacht. Mm-hmm. En dat verliefd worden op die viool, wat was er nou bij dat instrument waarvan je gelijk had van, ja, dat is zo magisch? Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk te zeggen, want ik was natuurlijk 7. Hè? Dan denk je natuurlijk niet als een volwassene van dat. Maar ik kan me herinneren dat ik het instrument heel mooi en heel intrigerend vond. Dus niet alleen het geluid, maar ook... Ik kan me herinneren dat die slof van die strijkstok en dan het parelmoer erin en zo. En dat ik me afvroeg van hoe werkt dat dan allemaal? Hè? Kijk, als je een piano ziet, dan is het vrij duidelijk hoe het werkt. Je ziet wat toetsen en daar kan je dan op drukken. En ja, zo'n viool vond ik dus heel fascinerend hoe je dat geluid eruit kreeg. En ik dacht ook altijd dat mijn docenten een soort magische krachten moesten hebben om zo mooi te kunnen spelen. Ja, en daar krijg je toch een soort fascinatie voor om dat zelf dan ook te leren spelen. En voor mij was het ook echt een uitlaatklep. En ik was een vrij verlegen
teruggetrokken meisje, werd veel gepest en zo. En ja, al die vioolmeisjes, die waren ook allemaal van die nerds, zeg maar. Dus daar voelde ik me, ik voelde me ook bij die vioolmeisjes wel een beetje maar thuis. Waren die vioolmeisjes, werden die ook allemaal gepest? Nou, ik weet niet of ze allemaal gepest werden, maar het was een beetje hetzelfde type. Dus je voelt je toch een soort, behalve tot het instrument, ook wel een beetje aangetrokken. Ja, de koperblazers zijn andere types dan strijkers, zeg maar. Slagwerkers, ja. Agressieve types. Ja, ja, ja. Is 7 niet een beetje laat? Je ziet af en toe van die 4-jarige Chineesjes. Ja, de ideale leeftijd om te beginnen met vioolspelen is ongeveer tussen de 6 en 9 jaar. Maar je ziet inderdaad ook wel vanaf 3-4 jaar dat ze beginnen. Ja. En dat kan dus ook, ja. Mm-hmm. Ja. En was dat trouwens in Nederland? Want je hebt zo'n mooie voornaam. Ik ben half Tsjechisch, maar ik ben in Nederland geboren. Oké. Ja. Maar eeuwig zal je die vraag krijgen waarschijnlijk met zo'n naam. Ja, ja, dat is natuurlijk. Mijn naam is Latta, krijg je natuurlijk vaak. En had je nou ook van huis uit, werd dat ook gestimuleerd? Nou, in zekere zin, de familie van mijn moeders kant was wel redelijk muzikaal. De Tsjechische, sowieso in Tsjechië leeft dat meer dan in Nederland. Mijn vader die had kunstacademie gedaan en die was tekenleraar. Dus dat zat wel een beetje, in ieder geval in de kunsthoek, zeg maar. Maar die viool was ook wel echt iets van mezelf. Dus mensen vragen wel eens, moest je dan op vioolles of zo? Ik geloof wel dat mijn ouders me wel echt op muziekles hadden gezet. Maar die viool was wel een eigen keuze. Ja. En wat mij altijd opvalt als je mensen vraagt, gewoon je had talent. Mm-hmm. Dat er dan de ene groep zegt ja en andere mensen zeggen ja, wacht even, talent. Dat hoor ik liever niet, want ik moest er toch heel hard voor werken om op het niveau te komen. In welke groep kan ik jou plaatsen? Ik ben wel echt iemand die alles heeft moeten leren. En er wel echt. Maar ja, goed, elke professionele muzikus heeft natuurlijk gigantisch hard eraan getrokken. En het is natuurlijk altijd een kwestie van en. Je moet er enige aanleg voor hebben, maar je moet er ook best wel hard aan trekken. Ja. Bert, mag ik daar eventjes op doorvragen? Ja, je mag alles vragen. Want die studie die je gedaan hebt, hoe ging je die af? Ja, ik vond het wel heel stressvol, want ik ben niet iemand die, wat ik zei, van ik ging het doen omdat ik wilde lesgeven. Ik kwam dus ook wel uit een lerarennest eigenlijk. Mm-hmm. En ik had wel veel stress in examens en optredens en zo. Maar voor de rest was het, heb ik er wel ontzettend veel geleerd. In de laatste jaren heb ik ook docent Johan Berk helemaal gehad, die een ontzettend inspirerende violist is. Dus ik heb enorm veel ervan van geleerd. Het was ook zeker wel een soort persoonlijk ontwikkelingstraject, om het zo maar te zeggen. Ik vraag het meer omdat een vriend van mij, die heeft universitair krankzinnig hoog niveau gewerkt. Maar tot mijn verbazing, die heeft ook van die combinatie zoals jij, die niet verwacht. Speelt viool, hoog niveau. Heeft een band, speelt daarin gitaar en het lijkt het haast wel of sommige mensen gewoon denken van, nou, dat vind ik leuk, ga ik doen. Ja. En in zijn geval weet ik dat het zijn intelligentie is. Ja. Dat hij, en waarschijnlijk dat hij dan veel oefent, maar dat hij vooral heel snel snapt wat hij moet doen om iets te kunnen. Ik heb dat bijvoorbeeld niet. Ja, het was wel behoorlijk ploeteren voor mij. En het was dat ik heb dan ook bedrijfseconomie gestudeerd. En dan merk je dat je een voordeel hebt dat je, niet om arrogant te doen, maar dat je bepaalde intelligentie hebt. Dat je dingen snel snapt en dan kan je snel door een boek heen en dan kun je snel door examens heen. En kijk, bij bedrijfseconomie kan je een boek gedeeltelijk doorlezen, maar je kan niet als je vioolconcert moet uitvoeren alleen de thema's studeren of zo. Mm-hmm. Dus je hebt geen shortcut, zeg maar. Je moet er echt doorheen. Ja. Ja. Hey, en toen had je op een gegeven moment, je ging studeren. Nou, die studie was voltooid. Had je toen al een idee van hoe die combinatie ondernemer en violist zou gaan? Nou ja, ik heb eigenlijk een heel apart traject gehad. Ik ben na het gymnasium op mijn 17e eigenlijk een werkstudietraject ingegaan. Dus vanaf mijn 17e werkte ik fulltime. En wat voor werk heb je toen gedaan? Ik ben assistent accountant geweest en financieel analist op een gegeven moment. Ja. En toen heb ik dus die bedrijfskunde gedaan. En eigenlijk toen ik mijn masterscriptie aan het schrijven was, kwam ik al rond van de viool. Dus ik heb dat bedrijf toen daarnaast opgebouwd. En ik verdiende dus mijn geld met de viool voordat ik die hele vioolstudie af had. Dus dat was een beetje, het waren wel tropenjaren, zeg maar. Ja, dan wil Bert vast wel weten hoe je dat gedaan hebt.
Ja, als ik terugkijk, ik heb nu zoiets van, als ik zie hoe druk het is met mijn bedrijf bijvoorbeeld en met spelen en al die andere dingen, heb ik geen flauw idee hoe ik het toen gedaan heb. Maar is het ook niet gewoon, als je iets leuk vindt en het is je passie, dat het dan toch vaak eigenlijk automatisch gaat? Ja, het is natuurlijk wel iets waar je continu mee bezig wil. Het was wel heel zwaar, hoor. Het is niet dat ik nou denk van, goh, dat was een relaxte tijd of zo. Maar het is natuurlijk wel iets wat je zelf heel graag wilt. Mag ik even tussen vragen, wat voor bedrijf is het dan? Ik heb in Hilversum een vioolschool met een aantal docenten en een violenwinkel. En in 2011 ben ik daarmee ondernemer van het jaar geworden. Okay, gefeliciteerd alsnog. Dankjewel, nou, een tijdje geleden. Ja, en dat ondernemer van het jaar, wat moest je daarvoor doen om dat te bereiken? Ja, ze reikte dat uit aan een aantal... Ja, er was zeg maar een vakjury en werden een aantal bedrijven beoordeeld op dat het innovatief was, op dat het een aantal van dat soort factoren, hè, dat het goed loopt, dat het... wat nog meer eigenlijk, dat het, dat het klant op een goede manier bedient, allemaal dat soort dingen. En daar kwam er een groot event en dan moest het publiek nog stemmen. En dat was het dan, zeg maar. Okay. Ja. En merk je dan, als je dan de ondernemer van het jaar bent, dat er dan ook automatisch mensen zijn die dan zeggen, hey, bij die mevrouw wil ik een strijkinstrument kopen, dat zit goed? Ja en nee, je krijgt natuurlijk wel daardoor heel veel media-aandacht. En dat heeft het bedrijf wel in de lift gebracht toen. Ja, dat klopt. Dus je krijgt meer exposure. En dat bedrijf heb je helemaal alleen gedaan? Ja. Dat vind ik toch wel heel knap. Ben jij ook iemand die liever alleen werkt dan met een groep? Tenminste, ik ben iemand die heel eigengereid is. Ja, en dan hadden we straks het woord warmhartigheid. Ja. Maar eigengereid, dat is net zo'n woord als eenzaamheid. En warm, daar kun je heel verschillend kan je zeggen. Want de ene denkt bij eigengereid, daar moet je voor oppassen. En de andere denkt van, dat is een onafhankelijke geest. Nou ja, ik denk dat dat allebei waar is. Dat het... ik zou niet goed kunnen functioneren. Dat merkte ik ook wel toen ik accountant was. Ik heb wel moeite met echt onder een baas werken, bijvoorbeeld. En wat ik wel merk is, ik heb 3 docenten die ik inhuur die voor me werken. Dat ik wel echt zoiets heb van, ik heb jullie uitgezocht omdat jullie je vak goed doen. Doe dat ook gewoon maar. En ik ga niet op je vingers zitten kijken en zeggen van, je moet dat boek gebruiken of je moet dat zo doen of zo, zeg maar. Dus in die zin ben ik wel... Ja, ik waardeer vrijheid, laat ik het zo zeggen. Ja, okay, en ik ontwikkel graag mijn eigen ideeën. Okay. Hey, op een gegeven moment, je bent in de politiek gegaan. Hè? Je hebt je aangesloten bij Forum voor Democratie. Klopt. Dat is... Kijk, wij hebben eigenlijk hier in de uitzending het nooit over politiek. Maar omdat dit natuurlijk gaat over jou... Je hebt een opzienbarend artikel geschreven en ook een toespraak. Eigenlijk de uitdaging van het behoud van de Europese kunst. Jermas Ramatorsing, ook voor het Forum. Die kent zij wel. Die weer, maar de Europese kunst, hè? Wat ik daar... wat versta jij daaronder? Bijvoorbeeld, op welk moment is dat ontstaan? Wanneer is dat ontstaan? Ja, goed, kijk, in de middeleeuwen was er natuurlijk al kunst. Je kan ook zeggen, dat ligt natuurlijk niet helemaal in dezelfde lijn. Maar je zou natuurlijk de oude Grieken en de Romeinen mee kunnen rekenen. Mm-hmm. Dan hebben die dingen zich nog wel enigszins naast elkaar ontwikkeld. Maar dat kan je allemaal meenemen. En eigenlijk die periode dat eigenlijk allerlei muziekinstrumenten ontstonden. Ja. Dat je op kastelen, dat er concerten werden gegeven, dat er klassieke muziek ontstond. Dat is eigenlijk de basis van de Europese kunst. Ja. Okay. En die Europese kunst heeft natuurlijk de wereld heel veel goeds gebracht. Mm-hmm. Dat is gewoon duidelijk. Wat ik nou zo wonderlijk vind, hoe komt het nou dat we toch in een tijd leven waarvan je dan toch merkt dat veel mensen bij Europese kunst, vooral vanuit de kunst- en cultuurhoek, gelijk zoiets hebben van, Europese kunst, dat is iets van vroeger. Of dat men het ontkent zelfs. Wat zit daarachter? Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk te zeggen. Dat is een beweging die zo rond 1900 ongeveer ontstond. En ik denk ook wel versterkt is geweest door de wereldoorlogen. Ik lees op dit moment Dr. Faustus van Thomas Mann. Ja. Een heel mooi boek. Echt een geweldig boek. En daar zie je ook heel duidelijk hoe dat gaat. Hè? Hoe een trots van een bepaald land
En trots op je land zijn vind ik helemaal niet dat betekent dat je andere landen minder vindt of onderdrukt of wat dan ook. Maar dat je gewoon trots bent op wat jouw land bereikt heeft, zeg maar. Op wat voor gebied dan ook. Dat er soort, toch een soort nihilisme is ontstaan. En eigenlijk een soort afkeer tegen de eigen cultuur, zeg maar. Ja, Thierry Baudet noemt dat dan bijvoorbeeld oikofobie. Dus dat is eigenlijk tegen je eigen je eigen dingen ingaan, zeg maar. Ja. En waar komt dat nou vandaan? Want ik heb zelf wel eens gedacht, en dan maak ik eigenlijk als interviewer een hele grote fout, want je moet helemaal niet je eigen mening profileren. Voor deze ene keer dan, excuses luisteraar, maar ik heb wel eens het idee dat bijvoorbeeld mensen die dan toch bij Europese kunst gelijk schrikken, ja. Dat daar misschien achter ligt dat ze dacht, ja, we hebben je Eerste en Tweede Wereldoorlog gehad. Toen had je inderdaad bepaalde landen die waren heel trots op zichzelf en wel zo trots. Misschien wel iets te. Iets te. En dat men daardoor eigenlijk een soort men trauma heeft opgelopen. Dat men daardoor eigenlijk automatisch denkt van, goh, alles wat van ver komt, dat is automatisch prachtig. Mm-hmm. En alles wat dan uit het eigen traditie, dat men daar eigenlijk een bepaalde, te wantrouwig tegenover is. Is dat een... Ja, ik kan me daar eigenlijk helemaal bij aansluiten. En ik denk in aanvulling daarop dat bijvoorbeeld het verzetten tegen bepaalde maatschappelijke structuren die heel terecht zijn geweest. Denk aan een Franse revolutie bijvoorbeeld. En macht van bepaalde bovenlagen, zeg maar, of bepaalde adel of zo. Mensen zijn zich gaan emanciperen. Vrouwen zijn zich bijvoorbeeld gaan emanciperen. Dat soort ontwikkelingen goed zijn. En dat mensen zich op een bepaalde manier hebben moeten afzetten tegen dingen uit het verleden. Maar wat ik dan denk, van je kan natuurlijk ook het goede uit het verleden wel behouden. En het, zo kan je verder ontwikkelen door het goede te behouden. En het slechte zoveel mogelijk. Ja, om daarin zoveel mogelijk weer de goede kant op te ontwikkelen. Want je spreekt over... je zou heel graag willen een cultuurbeleid wat vorm geeft aan de verbindende aspecten van de westerse cultuur. Ja. Die worden verdedigd, uitgedragen en onderwezen om het goede te behouden. Denk ik van ja. Lange zin, ja. Een hele lange zin. maar denk, Bert, het woord verbinding is op het ogenblik het gouden woord als je subsidie aanvraagt. Ja, dus het geeft verder niet wat, maar als jij zegt van Amsterdam-Oost en de verschillende bevolkingsgroepen, religies, je brengt dat samen en je bedenkt er wat bij, dan komt er geld. Mm-hmm. Ja, en liefst dan ook nog de jeugd erbij. Ik vraag me nog heel erg af of dat de bedoeling is van het woord verbinding, want ik denk dat... hoe moeilijk het ook is, maar dat is wel de werkelijkheid. Mm-hmm. Kijk, we zitten met bijvoorbeeld heel veel mensen die moslim zijn. Ja, moslim en kunst, dat is niet veel. Hè? Ik bedoel, mensen mogen niet afgebeeld worden, nog steeds niet. Ja. Dan blijft er niet heel veel kunst over. Ja, mooie abstracte kunst. Dus dan denk ik van, waar hebben we het dan over? Bij verbinding, verbinding is natuurlijk echt een woord wat... waar ik zelf dan ook een klein beetje misselijk van word, zeg maar, omdat het zo misbruikt wordt. Maar is het ook omdat het woord dan vaak eigenlijk een lege hulsel? Ja. Dat je bijvoorbeeld, ik zie het bijvoorbeeld vaak bij buurtfeesten, dan wordt er gezegd, we gaan wereldmuziek. Nou, en dan kom je daar en dan zie je een aantal jonge mannen die aan het trommelen zijn. En dan denk ik, is dat nou de muziek die voor de hele buurt leuk is? Nou, eigenlijk niet. En dan weet ik ook niet zo snel wat dan wel leuk zou zijn. Maar ik denk van, het is eigenlijk vaak voorspelbaar. Dan denk je, men heeft het over verbinding. Terwijl het eigenlijk juist... Kijk, ik denk bijvoorbeeld iemand als André Hazes. Uh-huh. Dat die muziek voor veel meer verbinding in een buurt kan zorgen. Ja. Wat we bijvoorbeeld gisteren ook weer met het Nederland Dames Team zagen. En juist dat soort muziek heeft jarenlang in het verdomhoekje gezeten. Ik weet nog wel bij de VARA... Daar ging het zelfs zo ver dat bijvoorbeeld Johnny Hoes mocht niet gedraaid worden. Want de arbeiders zouden daarvan op slechte gedachten kunnen komen. Bij de VARA heeft men bijvoorbeeld ook Vader Abraham niet gedraaid. Omdat men vond, dat ging toch wel heel erg ver. Maar de VARA is ongeveer de meest intolerante omroep die er is, hoor. Als je er goed over nadenkt. Eigenlijk wel, ja. Eigenlijk wel. En dan denk je van, ja... Maar wat even is het? André Haas nog even zeggen. Moet ik toch weer denken aan mijn favoriete moslim. Ja. Kabir Noor Mohammed. Die volgens mij de beste André Hazes-vertolker hier in Nederland is. Kabir, je kent hem.
Hij is ook in deze show geweest. Kabir, die in Zuidoost woont. Uh-huh. Trouwens aan een nieuw theaterprogramma werkt. Maar die vertolkt André Hazes in alle Amsterdamse cafés. Iedereen vindt het hartstikke goed. Ja. Ja, en, dat is, en voor hem is dat een hele belangrijke cultuur, uh-huh, als moslim. Uh-huh. Nou, dat is heel mooi. Maar dat over die culturen, want ja, die aanvallen op de Europese cultuur. Ja. Je komt met een aantal voorbeelden. Je hebt het dan over die eigenlijk begin van de vorige eeuw dat het al begint. Wat was nou voor jou het eerste moment dat jij daarbij stilstond? Want dat is toch iets wat je bijvoorbeeld... Kijk, als je naar, als je naar de nationale tv-zenders kijkt... heb ik dan nog nooit zo'n onderwerp gezien van de Europese cultuur ligt onder druk. Dus daar kan je het niet gehoord hebben. Nee. Maar wat was voor jou het eerste moment dat je dacht van... hé, er is iets aan de hand? Misschien was dat het moment dat ik... tijdens muziekgeschiedenis was het zo van... die barok en weesklassiek en romantiek, dat weten jullie wel. Dus we kregen echt een overload aan moderne muziek. Ook bijvoorbeeld atonaliteit. En daar heb ik me altijd bij afgevraagd van... er was zeg maar... Ik had een soort onderbuikgevoel van wat klopt hier niet aan? Dit is meer dan een mening van of je wel of niet iets mooi vindt. En ik denk dat het pas echt is gekomen toen ik Roger Scruton ben gaan lezen. Even voor de... Roger Scruton is een Britse... het is geloof ik Sir Roger Scruton inmiddels. Maar hij is een Britse schrijver en filosoof van de enigszins conservatieve stroming. En ik lees vooral dingen van hem over esthetiek. En die heeft het heel erg over het herwaarderen van schoonheid. En hoe belangrijk schoonheid is. En als we weer bij dat verbinden komen, dan denk ik... Weet je, onze maatschappij is natuurlijk best wel individueel. En het is natuurlijk fantastisch dat mensen zelf kunnen kiezen wat ze worden. Hè? Dat niet omdat jouw vader bakker is, dat je automatisch bakker moet worden, bijvoorbeeld. Dus hè, dat je individueel kan ontwikkelen en je eigen leven kan bepalen. Maar ik denk dat schoonheid, waarde als schoonheid, waarheid, wel mensen met elkaar... kunnen verbinden in een wereld die, ja, sociaal atomisme wordt het wel eens genoemd. Waarin mensen steeds losser van elkaar leven, zeg maar. Ja, terwijl ze eigenlijk alle mogelijke middelen zijn er om elkaar te bereiken. Ja. En terwijl aan de andere kant zie je juist dat mensen elkaar eigenlijk steeds verder van elkaar komen af te staan. Ja, hè, ja, bijvoorbeeld dat denk echt ik wel. Het verhalen, ja, vertellen. Precies. Dat je merkt dat mensen bijvoorbeeld geen tijd meer hebben om naar een mooi verhaal te luisteren. Men is zo... Het moet allemaal kort, kort, kort zijn. Ja, maar eigenlijk wil je dus weer terug, hè? Want zeg maar zo rond de tijd van Cobra... Mm-hmm. Toen kwam dat hele credo van... ja, nou, wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd... kan schoonheid niet meer eigenlijk. Ik heb dat zelf altijd een totaal onzinnig idee gevonden. Ik denk juist dat schoonheid enorme troost kan geven. Ja. Mooie muziek, mooie schilderij... dan kom je weer helemaal zelf schoon thuis. Mm-hmm. En ik heb ook het idee dat de kunstopleiding al een hele lange tijd... ik bedoel, als je in Duitsland bent, daar had je nog heel lang tekenen naar model bijvoorbeeld. Ja. Dat is hier zo langzamerhand iets lachwekkends geworden. Als je echt kan tekenen of schilderen, ja, daar kijken ze vreemd van op. Hij kan, het, hij kan het echt. Ja, ja, dan ben je van het harte te koest en zo. En het gekke is dat mensen voor het gemak altijd vergeten... dat als je Willem de Koning neemt of Mondriaan... hè, om een paar extreem moderne schilders te nemen... Ja. Die konden dus perfect tekenen. Ja, die konden alles tekenen en schilderen wat ze wilden. En zijn daarom, Picasso... gewoon verder gegaan. Want ja, dat was voor hun te makkelijk. Maar dat talent is natuurlijk niet iedereen gegeven. Ja. En ik denk dat we met heel veel achterhaalde denkbeelden doorgegaan zijn. En dat was toen wel nuttig. Ja, maar het is nu 2017. Ja. Ik moest bij iets heel anders denken aan het verhaal van jou... over dat je atonaliteit moest doen in je studie. Ja, ja. Toen dacht ik, ja, dat is ook niet heel erg populair in Nederland. En wat wel klopt, heel populair, André de Jeu. Maar dan wordt er weer door de elite op neergekeken van ordinair. Maar dat vinden de mensen geweldig. Ja, ik ben een van de weinigen. En dat is toch ook terecht. Want André Rieu, wat ik daar het leuke van vind. Dat, oh ja, sorry, nou begin ik weer met mezelf. Ik begin een beetje varen gedrag te vertonen. Ik ben een van de weinige klassieke muzici die eigenlijk best... Ik heb geen cd's van André Rieu in de kast, maar ik vind het fantastisch dat hij er is. En ik vind het fantastisch wat hij doet. Bij André Rieu heb jij wel eens gehoord van Waldo de los Rios...
Nee. Nou, dat was in de jaren 70. Toen had je op een gegeven moment de klassieke muziek. En toen was er vanuit die klassieke wereld toch een bepaalde stroming. Die wou die klassieke muziek aan een groter publiek overbrengen. Nou, toen kreeg je eerst bijvoorbeeld Exception. Nou, dat was wel heel snel geaccepteerd. Hè. We hebben ook Willem Duis een hele belangrijke rol gespeeld. En als je daar terug hoort, Exception blijft nog schitterend. Mm-hmm. Maar toen kwam die Waldo de los Rios, dat was een Spaans orkest. En die gingen dus klassieke stukken brengen, maar die gingen bijvoorbeeld een koekoeksklok er doorheen doen. Oh ja. En die gingen allemaal, en er waren een heleboel mensen uit de klassieke wereld, die waren daar boos om. Ja. Maar die Waldo de los Rios, die zei, ja, het is juist mijn missie om klassieke muziek onder heel veel mensen te brengen. Ja. En ik zie totaal niet in wat ik mis doe. Ik zie alleen maar dat ik mensen in contact breng. En dat ze daardoor weer met de echte klassieke muziek in aanraking. Alleen het probleem daarvan, en dat snap ik wel van de kritiek op André Rieu, dat je ziet dat zijn fans dan niet de wat minder bekende, de wat minder bekende knallers gaan luisteren. Mm-hmm. Ik heb niet het idee dat mensen vanuit André Rieu het concertgebouw ingaan. Nee, al nee, weet je dat natuurlijk niet zeker. Want kijk, want ja, maar ik weet wel, als je bijvoorbeeld een paar eeuw teruggaat in Wenen, daar had je bijvoorbeeld ook staanplaatsen, had je al. Maar dat was één grote rotzooi, die concerten. Dat was lekker drinken en praten en meezingen. Ja. En dat was opera. En dan denk je, daar kun je dan weer, daar kun je dan weer toch weer verschillend over oordelen. Van of dat nou wel. Kijk, bijvoorbeeld, jij haalt op een gegeven moment aan een voorbeeld van iemand die op een gegeven moment een echt goed klassieke muziek weet te maken. En die dan de subsidie wordt afgewezen. Ja. En wat wordt er als alternatief eigenlijk geboden? Dat hij het helemaal gaat ontleden en dat het eigenlijk helemaal niks meer wordt. Nou, je refereert naar de zaak Bubbles. Waarbij een componist in de stijl van Beethoven, dus in neo-stijl, componeerde. Ja. En hij deed een subsidieaanvraag, dat werd afgewezen. Vervolgens liet hij zijn zoontje van 4 zomaar een beetje willekeurig op een piano rammen. En hij ging dat allemaal netjes noteren. En toen was het zoiets van, nou, meneer heeft een hele interessante ontwikkeling doorgemaakt. Om even terug te komen op jouw verhaal. En toen kwam wel de subsidie. Ja, zeker. Wat natuurlijk volstrekte onzin is en aangeeft dat ze, even aannemende dat dat zoontje van 4 geen jonge Mozart was. Want dan had het nog wat kunnen zijn. Maar ook met die schilderkunst waar we het net even kort over hadden. Je ziet gelukkig wel de opkomst van academies in Duitsland, in Amerika en ook in Nederland. Ik ben even de naam kwijt, maar volgens mij zit hij hier in Amsterdam. Waar dus wel echt het ambacht. En ik denk ook dat kunst is niet alleen kunst en gaat niet alleen maar over de intentie en het verhaal erachter. Ja. Maar moet ook het werk aan zich moet ook een bepaalde substantie hebben. En daarvoor moet je gewoon, als je violist wil worden, moet je toonladen studeren. En op het moment dat je schilder wil worden of beeldhouwer, dan moet je toch wel verschillende technieken leren. Misschien ook de technieken van de 17e eeuw. Ik denk dat het heel handig is om dat ook allemaal te beheersen. En ook al ga je dan, wat je zei van Mondriaan, een totaal andere richting op. Maar dan heb je wel een bepaalde basis. En is het niet kunst zonder dat het het alleen maar intentie is. Want dat zie je tegenwoordig vaak. En dan zie je een of andere balk in een weiland liggen. En daar zit dan een tekst van 4 A4'tjes bij om uit te leggen wat het allemaal betekent. En dan denk ik van het is heel mooi dat daar een verhaal achter zit. En een bepaalde emotie enzovoort. Maar dan denk ik, het werk zelf moet ook wel iets voorstellen. Dus de wereld van de kunstsubsidies. Bijvoorbeeld de meest populaire schilder, levende schilder op dit moment, is Peter van der Klashorst uit Haarlem. Ja. Die in Phnom Penh in het ziekenhuis ligt. Ja, die is niet de best aan toe. Hij schijnt niet zo best te zijn. En mensen kunnen ook nog geld doneren om hem te redden. Ja, dat moet je niet doen. Maar bij de culturele elite staat is hij totaal. Dan willen ze liever iets abstracts onduidelijk zien dan die mooie schilderij die Peter maakt. Ja, en ik heb krijgt geen enkele steun voor hebben vanuit Nederland bijvoorbeeld. Ja, en vroeger dacht ik van dat is een kwestie van wat vindt iemand mooi. Hè? Zoals bijvoorbeeld dat ik tijdens mijn opleiding dacht zoiets van ik vind die Schoenberg niet mooi, maar misschien andere mensen wel. En dat is allemaal subjectief. Maar het is niet, ik denk dat schoonheid niet volledig subjectief is. Dat we wel dat er in wel bepaalde esthetische standaarden zijn. Kijk. Jij leest er nu allemaal boeken over, maar daar begint al het probleem natuurlijk. Hè? Dat hele begrip schoonheid. Mensen weten helemaal niet meer wat het is. Nee, en ik denk dat het wel iets kan zijn. En zeker, we hadden het eerder over bijvoorbeeld kerken en zo. Mm. De mensen hebben toch iets nodig waarvoor ze leven, behalve alleen maar een leuk huis en een leuke auto en that's it. Mensen hebben wel bepaalde hogere waarden nodig.
En vroeger hadden we misschien de kerk, maar tenminste, ik ben niet gelovig. En juist daarom hecht ik wel enorme waarde aan ja, begrippen als schoonheid, waarheid, liefde, vrijheid. Maar er zijn ook wel gevoelsmatige begrippen natuurlijk. Want ja? De schoonheid van kunst kun je natuurlijk mooi niet in formules vangen. Niet helemaal in formules, maar ik denk wel dat je kan zeggen of iemand iets doet met als doel schoonheid, ja, of als doel een aanval op de schoonheid. Dat je anti-esthetische kunst krijgt, zeg maar. Zou je bijvoorbeeld nou ook als samenleving, hè, ja, dat je bijvoorbeeld ook veel meer erop moet letten dat je toch probeert mensen meer houvast te geven? Ik heb vaak het idee dat tegenwoordig is eigenlijk alles is gericht op het moet leuk zijn. Ja. En men heeft totaal geen idee eigenlijk hoe je zoiets over 25 jaar zou moeten doen. Men, ja, je ziet overal winkels die hetzelfde zijn. Ja. Je ziet een soort burger. Plotseling gaat iedereen met een gescheurde spijkerbroek lopen. En dan denk en dat je doet van, ook ja, iedereen dat. Dat doet ook iedereen. Ja. En dan loopt, zie je... Bij alle drie niet. Alle dan zie je niet, plotseling zie je iemand lopen met een merk wat dan heel duur is. Waarvan je wist 25 jaar geleden liep mijn opa ermee. En toen kocht je dat bij de Aldi. Ik weet niet of die toen al bestond. Maar ja, of is daar nog, merk je zwerver, heb je nou het idee dat er nou totaal in Nederland een soortement... Ja, een soortement... onder ontwikkeling is op het, op het gebied van je cultuur? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat er een bepaalde vervlakking is. Ja. Waar we het net ook over hadden. Van dingen die schoonheid kan ook betekenis geven aan de wereld en je leven. Ja. En ik denk dat er, zeker hè, die millennials, die zoeken allemaal naar zingeving. En dat is allemaal hartstikke populair. En ja, ik denk dat er een bepaalde vervlakking is van de cultuur. En ik denk dat je door... Die mooie dingen dus, hè, we er die lange zin over hadden, van de mooie dingen van de westerse cultuur uitdragen. Dat op het moment dat je kinderen vanaf de basisschool al kennis laat maken van al het moois dat er is gemaakt in de wereld. Dat die vervlakking tegen kan gaan. Ja. En hoe vind je het gesteld op de Nederlandse tv? Heb je nou regelmatig als je voor de buis zit, dat je denkt van nou, het is maar goed dat ik niet mijn schoenen bij me heb, want anders gooide ik hem door de beeldbuis heen? Ja, ik zit zelf nooit voor de buis. Ah. Ik heb zelf geen tv-aansluiting. Kijk. Ik weet niet of dat meteen het antwoord op de vraag is. Ja, dan zou je waarschijnlijk toch naar Canvas kijken. Ja. Maar eventjes, want ik heb wel twee persoonlijke vragen eigenlijk aan jou. Nee, niet te persoonlijk. Heb ik het goed begrepen dat jij nu voor het Forum de afdeling cultuur doet? Ja, ik heb op de lijst voor de Tweede Kamer gestaan met als portefeuille cultuur. Maar er zijn natuurlijk veel meer mensen binnen Forum die zich met de cultuur bezig houden. Maar waarom wilde je niet een zalm worden? Een zalm? Dat je over de economie het dier, ging. Of de... dat is jouw opleiding. Ja, maar mijn opleiding is ook klassieke muziek en, ja, nee, en dat de weet viool. Ik, maar... En ik heb zeker ook standpunten over economie. Maar, Okay. Nou, maar stel nou. Weet je, ja, heb maar, jij... Maar dan ligt jouw voorkeur dus ook bij die cultuur eigenlijk, denk ik. Nou ja, dat is waar ik de afgelopen 10 jaar in werkzaam ben geweest. Ja. Kijk, die economie die ligt natuurlijk al heel lang achter mij. En er zitten natuurlijk mensen als Paul Ventrop die daar veel... Nou ja, als veel je een onderneming hebt, ligt het bedrijfseconomisch helemaal niet achter je. Als je ondernemer nou, het ligt zeker, zeker niet achter me. Je kan toch gedraaid houden. Zeker, ja, en dat is natuurlijk... wat me ook in Forum aanspreekt, is dat bottom-up. Het initiatief bij de mensen en dingen als bijvoorbeeld referenda of zo. Dat voel ik direct. Maar stel je doet een referendum. Ik bedoel, de klassieke muziek, zoals concertgebouworkest... En er zijn heel veel orkesten zelfs verdwenen. Ja. Muzikanten en vaak met vaak groot hele niveau goeie, zitten nu in het buitenland. Klopt. En dat moet jouw hart doen bloeden, lijkt mij. Zeker. Maar stel nou, er gebeurt wat geks. En Thierry doet het goed. En jullie pakken straks 20 zetels. Ja. En ze hebben de partij nodig en je komt in de Kamer. Wat gaat er gebeuren als jij het wordt zeggen? Ja, op een cultuurgebied, Waar gaat het geld naartoe? Want nu gaat het eigenlijk naar de grote visitekaartjes. Amsterdam is het Rijks, ook het Concertgebouw trouwens. Maar hoe zie jij dat? Moet daar subsidie in? Of zeg je van, net als de VVD, nou, alleen als het geld oplevert, is het interessant? Nee, dat vind ik absoluut niet. En ik denk ook dat op het moment dat je land een sterke cultuur heeft en dat je de mensen in je land een sterke binding met elkaar hebben. En ik denk ook zeker dat cultuur wel voor een bepaalde compassie onder elkaar
En waar we het net over hadden, zingeving in je leven geeft. Dus ik denk dat indirect dat cultuur wel degelijk iets oplevert. Mm-hmm. Maar goed, buiten dat denk ik dat het intrinsiek ook bestaansrecht heeft. Wat ik wel zie, is dat er heel veel geld gaat naar bureautjes en mensen die dingen regelen. En ik zat bijvoorbeeld laatst in de gemeente, ik zal niet zeggen welke het is, was er 30.000 euro beschikbaar voor muziekonderwijs. Nou, de gemiddelde muziekdocent die vraagt zo'n beetje 3 tientjes per uur als hij zzp'er is. Dan kan je voor 30.000 euro ongelooflijk veel doen. Ja. Nou, waar die 30.000 euro terecht kwam, was bij een of andere manager die voor ik weet niet wat per uur gewoon een beetje dingen eigenlijk niet eens ging zitten regelen. Want die ging andere mensen vragen. En er waren uiteindelijk allemaal muziekdocenten voor NOP. ZZP'ers waren er vanop bezig. En diegene zelf die had, ik weet niet hoeveel geld getild. En dat soort dingen zie je bij subsidie helaas heel vaak. Dus ik denk dat we daar scherp op moeten zijn. En dat je op het moment dat je dat soort dingen kritisch bekijkt. De strijkstok eigenlijk, hè? Ja, dat je moet kijken van, mooi, gaat dat nou echt? Weet je, ook bijvoorbeeld, ik vind het belangrijk dat er in de basisschool muziekonderwijs gegeven zou moeten worden. En ook kunstonderwijs. Maar laten we dat geld dan ook gewoon gebruiken om iemand te betalen die dan een uurtje muziekles gaat geven. En niet aan een of ander bureautje of aan een of andere manager of een of andere vage adviseur. Mm-hmm, ja. En ik denk dat als we dat eruit snijden. En hetzelfde kun je met de zorg bijvoorbeeld doen, waar ook ik weet niet hoeveel procent gaat naar bureaucratie. Cut out the middleman. Het is allemaal zo makkelijk. Als jij in een basisschool wil dat al die kinderen 1 of 2 uur per week muziekles willen. Dat kost je 30 tot 60 euro per week voor een hele klas. Ja. Ik bedoel, het is allemaal niet zo duur. Dus ik denk dat we met het geld wat er nu aan besteed wordt, dat we daar veel meer kunnen gaan doen. En daar zou ik me voor gaan inzetten. Mm-hmm. En het onderwijsaspect. Want op het moment, je kan natuurlijk een orkest in stand houden, maar op het moment dat er over 30 jaar geen publiek meer zit, omdat die allemaal door de pop pollution alleen maar gedreun in de oordoppen hebben. Boenke. Ja, alleen maar gebeuk. Hè, mechanical grinding, zoals Scruton het noemt. Die vergeleek popmuziek met wat popmuziek voor je muzikale appreciatie doet, is ongeveer hetzelfde als wat porno voor je beleving van liefde doet. Maar, oh, dat vind ik ook mooi. Dat is een heel mooi artikel. Ja, meteen opschrijven. Ik aanraden om dat te lezen. Terwijl in de jaren 50 en 60 heel veel pophits waren gebaseerd op klassieke melodieën. Ja, toen was dat nog veel meer. Hè? Dus dat, dat gaat er echt steeds meer uit. Werd gewoon een hitje van gemaakt. Ja. Maar één themaatje werd uit een klassieke opera of veel meer en baslijnen uit de barok en weet ik veel wat maar meer. Dat had ook met rechten te maken. Als je daar dus, omdat die muziek bestond al zo lang, dus als jij dat ging coveren, hoeft je niet aan iemand mee te betalen. Nee, maar zie je dat tegenwoordig nog gebeuren? Nee, het was ook wel een aanwezige kunde, denk ik, hoor. Maar nou heb jij het hartstikke druk, hè? Krijg je ook wel eens dat mensen zeggen, jeetje, je bent violist, je bent ondernemer. Waar begin je aan met die politiek? Hoor je dat soort reacties ook wel? Nee. Oké. Okay. Eigenlijk niet. Dat meestal hoor je juist in deze tijd, als mensen in de politiek gaan en ze kunnen maatschappelijk, komen ze goed mee. Ja. Dat mensen toch zoiets hebben van, politiek, weet je wel, dat is een moeilijk iets. En dat is altijd een boel, handje klap en alles. Ja. Dat ze daar een beetje schrikachtig voor zijn. Nou ja, ik zou, want daar heb ik natuurlijk over nagedacht toen ik me verkiesbaar stelde, want ik stond op de 10e op de lijst. En toen werd op een gegeven moment de vraag gesteld, toen nog bepaald moest worden op welke plek je stond, van ja, als we zoveel zetels krijgen, zou je het dan doen, zeg maar? Nou ja, natuurlijk. Nou ja, toen heb ik best even gedaan. Ik heb nu natuurlijk een leventje met dat ik lekker veel met muziek bezig ben en ontzettend veel vrijheid heb. En eigenlijk alle leuke projecten die ik maar wil opstarten, kan ik opstarten. Als een orkest me vraagt voor een leuk project, kan ik direct ja zeggen. Kijk, dat is natuurlijk dan allemaal over. Maar kun je wel in de Tweede Kamer samen met Thierry viool en piano gaan spelen? Ja, je mag hem wel meenemen, je instrumenten. Dat begreep ik wel. Tweede Kamerconcerten gaan geven, ja. Maar ja, het is natuurlijk, je hebt mensen die opportunistisch de politiek ingaan. En dat is wat mij betreft absoluut niet. Ik denk dat het belangrijk is dat bepaalde waarden gedeeld worden. Maar ik zit er absoluut niet in om een baantje te krijgen. En op het moment dat ik in de Kamer zou komen, dan zou ik dat niet accepteren. Zo van, nu heb ik een lekker baantje. Ja. Want ik heb een goed lopend bedrijf. En ik heb mijn bedrijf runnen bij wijze van spreken meer vrijheid. Maar dan zou ik het meer uit idealisme doen om dingen te veranderen. Dan dat ik er nou echt
Want het lijkt me een hondenbaan, hoor. Nou ja, kijk, nou, ik ben er vaak genoeg geweest. Het is helemaal niet leuk daar. Nee. Het is heel hard. Maar bijvoorbeeld, ja. Het Forum heeft het ook over het mediakartel, hè? Ja. Ik denk, kijk, partijkartel van mensen die elkaar voortdurend aan een baantje helpen en alles. Nou, ik denk dat... Nou, ik kom weinig mensen op verjaardagen tegen die dat niet vinden. Maar dat mediakartel, is dat nou dat jullie het idee hebben dat alle media automatisch bijvoorbeeld pro of anti over iets of een persoon schrijven? Hoe zie je dat? Nou, niet alle media. Maar je ziet natuurlijk bij de NPO wel vaak dat er een bepaalde voorkeuren zijn op mensen uitnodigen. Een bepaalde arrangering van debatten soms. Hè, dat iemand nauwelijks spreektijd krijgt of zichzelf nauwelijks kan uitleggen. Ja. Kijk, en dat je kritische vragen stelt, dat vind ik alleen maar goed. Want dan denk ik van ja, dat is alleen maar interessant. Want dan kan iemand uitleggen waarom hij ergens voor staat. Maar dat je echt mensen aan het framen bent en nauwelijks de gelegenheid krijgt om te zeggen waar ze überhaupt voor staan. Zoals bijvoorbeeld het homeopathisch verdunnen van Thierry, wat dan enorm werd aangevallen en totaal werd verdraaid. Of dingen uit columns of boeken die hij had totaal uit de context getrokken. Dat ik denk van ja, volgens mij doen ze dat wel. Bewust bij mensen met een geluid. Is het niet zo dat bijvoorbeeld dat je toch in de media dat er eigenlijk een bepaalde tendens is ontstaan, eigenlijk al vanaf 1968, dat bijvoorbeeld bepaalde mensen worden geïnterviewd, bijvoorbeeld iemand uit van de kerk, ja. Dat die veel meer aan de tand wordt gevoeld dan bijvoorbeeld iemand uit de New Age wereld. Ik noem maar iets. Dat er duidelijk een onderscheid wordt gemaakt. Van de ene, daar is men veel strenger voor. Ja. En dat er eigenlijk onder journalisten eigenlijk al een soort mode is ontstaan van nou, die bepaalde figuur, nou, daar is veel kritiek op vanuit progressieve hoek. Mm-hmm. Die zullen we maar wat harder aanpakken dan bijvoorbeeld iemand die daar op dit moment als een soort heilige wordt. Is het dat eigenlijk? Ja, dat is het eigenlijk. En je had het net over het partijkartel enerzijds en het mediakartel anderzijds. Maar dat is natuurlijk één ding. Hè? Dat is natuurlijk een soort baantjescarousel. Dat mensen die dan, die zijn dan daar burgemeester geweest. En dan worden ze weer daar. Worden ze in een omroep, krijgen ze een baantje. En dan daar krijgen ze bij, weet ik veel, een zorgverzekeraar of wat dan ook, dat is natuurlijk allemaal met elkaar verbonden. Ja. En dat is juist het meest kwalijke, want juist de media, die zou juist tegen de politiek, tegen de partijen in moeten gaan. Mm-hmm. En die zou daar niet verweven moeten zitten, dat je als PvdA'er of zo ergens... Nou ja, de laatste PvdA die naar de Nederlandse publieke omroep gaat, is de staatssecretaris Van Dam, die gaat in het bestuur daar zitten, bijvoorbeeld. Ja. Nou ja, dat soort praktijken. Ja. Ja, en wat je ook bijvoorbeeld met banken ziet. Dus er zit natuurlijk een bepaalde toplaag die elkaar van alles toespelen en niet echt controle op elkaar uitvoeren. Het old boys and girls netwerk. Ja, zo zou je het kunnen noemen. Ja, maar het is wel, wat wel duidelijk is, is dat die wel een bepaalde politieke kleur hebben. Hè? Je had het net over de 68ers. Het is natuurlijk wel het... Het is ook de mythe van Nederland dat we allemaal zo uniek zijn en allemaal zo anders. Ja. Als buitenlanders naar Nederlands kijken, zijn ze allemaal uniek anders, maar ze vinden allemaal hetzelfde. Precies, ja. En dat is denk ik een vertekend beeld, want we vinden wel degelijk verschillende dingen als burgers. Maar ik denk dat in de media gewoon niet echt goed tot uiting komt en in de top van bepaalde... Nee, je bedoelt natuurlijk nu vooral de gevestigde media, want op internet kun je natuurlijk allerlei fora... Van alles lezen. Zeker, ja. Nou ja, media als bijvoorbeeld TPO. Ik heb een eigen podcast, de Battenvieren podcast. En hebben eigenlijk ook als missie om mensen die in de gewone media gewoon niet zo makkelijk gehoord worden. Mm-hmm. Om die dus wel uitgebreid te interviewen en zo ook een uur de tijd te geven. En wel hele kritische vragen te stellen, maar ze niet te lopen onderbreken of dingen lopen te verdraaien of weet ik veel wat. Ik vind het gewoon interessant om uit te vogelen hoe iemand denkt en waarom, ook al ben ik het niet mee eens. Mm-hmm. Maar over die nou, jouw uur, ja, ons uur zit er langzamerhand ook alweer op. Twee vragen van luisteraars die ik op zich wel heel aardig vind om te stellen. Een oudere dame die zegt van, goh, is het nog mogelijk om viool te leren als je al in de 70 bent? Nou, ik heb in mijn lespraktijk behoorlijk wat volwassen beginners. Ja. Het punt met vioolspelen is dat het heel erg lang duurt en heel veel oefening vereist om het
enigszins fatsoenlijk te leren spelen. Dus het zal wel altijd een hele lange weg zijn, maar dat is het voor een kind ook. Wat ik wel merk, dat in de eerste jaren volwassen leerlingen sneller vorderen. En hoe komt dat? Is dat gewoon de... Omdat je met een kind moet je alles heel speels doen. En ja, een volwassene die kan je gewoon uitleggen hoe het zit. Dan kun je gewoon in normale taal dingen vertellen. En het voordeel is ook volwassenen die zijn vaak vanuit een opleiding of wat dan ook gewend om iets te leren. Dus ik heb ook mensen die juist na een pensioen zoiets hebben van... Nou, ik heb er nu eindelijk voor het eerst in mijn leven een keer tijd en geld voor... Ja. En die gaan dat dan doen. En soms nog met best leuk resultaat. Kijk, je zal niet het concertgebouw soleren. Maar in het begin klinkt het altijd als de klassieke jammerplank. Ja, het is helaas het nadeel van het instrument. Dat het in het begin... je kan, hier staat dan een piano. Nou, dan kunnen we straks met z'n tweeën achter zitten. En dan kan ik je Mieke heeft een lammetje leren spelen. Ja. Dat wil hoor. Maar, en dan is het zuiver. En zonder krassen, zonder piepen. En bij viool duurt het gewoon ontzettend lang voordat het een beetje leuk klinkt. Dat is het nadeel van het instrument. Ja. Okay. Andere vraag was van een wat jonger iemand. En die treedt ook op. En die zegt, ja, Vlater had het over stress. Ja. Moet je niet automatisch veel stress hebben sowieso als je het podium opgaat? Dat je toch die bepaalde spanning altijd... Ja, zeker. Ja, en ik denk dat het je ook heel alert maakt. En ik denk dat het je... Dat het je optreden ook kan verbeteren. Dus het is zeker, stress is zeker nuttig. Alleen het moet niet zo erg zijn. Dat heb ik zelf. Ik heb allemaal beta-blokkers geslikt. En weet ik veel wat allemaal. Maak er geen geheim van. Een beetje overdreven, ja. Ja, maar goed. Het is wel, bij mij was de stress te hoog. Zeg maar. En ik kan me voorstellen dat het bij andere mensen... Maar ja, ik hoorde ook van bijvoorbeeld grote violisten vroeger. Ik weet niet of dat Heifetz was of iemand anders. Dat hij een leerling had. En dat hij uren voor een concert als ze... Ja, hoe heet dat? Ze smoking helemaal aan had. Mm-hmm. En toen vroeg ik, ja, waarom heb je dat nu al aan? Terwijl ik pas dan hoef te spelen. Ja, omdat hij anders dus zo aan het shaken was van de zenuwen... dat hij gewoon zijn knoopjes niet dicht kon krijgen. Ja, dat is bekende. Dus ik denk dat stress van alle niveaus is. André Hazes, om daarop terug te komen. Die was ook wel nerveus tot op het laatst. Ja. Ja, het is toch... Terwijl, als hij de zaal in ging, zong iedereen toch alles mee. Dus ze verstonden niet eens wat hij zei. Ja, ja, kun je nagaan. Maar hoe ja. heb je dat overwonnen? Door heb je dat overwonnen? Heb ik het over? Ik vind het nog steeds heel spannend. Ja, om ja, op maar, te ja, ja maar dat moet je ook houden. Hè? Want het is juist het moment dat je dat niet meer zou hebben. Dan gaat het niet goed. Nee, dan dat klopt. Ja, je moet een bepaalde mate van spanning hebben. En het is natuurlijk best lastig, blijft het, om dat, dat te doseren. Op een gegeven moment kom je op een punt dat je zoiets hebt van... je hebt je goed voorbereid en dit is het dan. Weet je wel? En het stressen op zich heeft ook geen nut. Nou ja, het heeft wel tot op zekere hoogte nut. Maar ja, je moet daar een beetje... Je moet en focussen op de muziek en wat je met mensen wil delen... en niet focussen op je eigen psychische rommel. Goed. Nou, hey, ik vond het ik had gevraagd of je muziek wou meenemen. Nou, we kunnen één minuutje laten horen, maar beter iets dan niets. Hè? Ja, misschien nog net die Milstein. Als nou mensen die nou bijvoorbeeld denken, goh, ik wil eigenlijk meer weten over de viool en ik wil meer weten. Heb je nog een goede, welke website kunnen ze meer daarover lezen of horen? Ja, dit is even schaamteloze zelfpromotie, maar ik heb een website vioolspelen.nl en daar heb ik heel veel tientallen informatieve artikelen geschreven rondom vioolspelen. Ook voor mensen die willen beginnen met vioolspelen. Je kan een gratis e-book downloaden met een artikelenbundel. En het is eigenlijk bijna de enige Nederlandstalige site waar je daar heel veel op kan vinden. Verder, als je Engels geen bezwaar vindt, dan zou je op violinist.com kunnen kijken. Oké. Dus gaan we nog één minuutje draaien van wat jij hebt. Hey, dankjewel voor je komst. En, heel graag gedaan. We hebben het met heel veel plezier gevolgd. Ik vond het een leuk gesprek, bedankt. Dankjewel. En de tweede uur gaan we verder met Richard de Nooi en een kleine indruk nog van Castlefest. Tot zo.